We staan hier in de Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen. Dit is een grote gebiedsontwikkeling van Dura Vermeer. En dit doen we in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen. Met de nieuwbouw van ruim 400 eengezinswoningen geven we deze wijk een compleet nieuwe inrichting. We maken van de Nieuwe Vogelbuurt een nieuwe gezinswijk, een veilige gezinswijk, maar wel met het behoud van het unieke groene karakter. In de Nieuwe Vogelbuurt hebben we de eerste 200 woningen al gerealiseerd in het project Broedvogel. En sinds 2019 zijn ook alle woningen bewoond. Nu gaan we verder met de Zangvogel. Ook in de Zangvogel komen bijna 200 nieuwe eengezinswoningen. En de eerste fase van de Zangvogel is al deels opgeleverd. De eerste woning was binnen 5 maanden opgeleverd en dit komt door een speciale manier van bouwen, een modulair bouwen. En fase 2 en 3 van de Zangvogel zijn uitverkocht. In de Zangvogel fase 2 en 3 zetten we de eerste stappen naar een circulaire woning. In fase 2 hebben we straks 8 woningen met een houten casco. En in fase 3 gaan we verder met onze duurzaamheidsambitie. Naast een houten casco hebben we 12 woningen ook met een houten gevel en een groen vegetatiedak. En zo dragen we bij aan een gezonde leefklimaat voor nu en in de toekomst. Over de toekomst gesproken, we zijn nu bezig met de laatste ontwikkeling van de Nieuwe Vogelbuurt in de wijk. Het gaat om circa 50 eengezinswoningen. En hiermee proberen we natuurlijk ook weer de volgende stappen te maken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En we zijn voornemens om volgend jaar in de eerste helft van 2022 in verkoop te gaan. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de Nieuwe Vogelbuurt? Meld je dan aan via de website www.denieuwevogelbuurt.nl.